Een paar jaar geleden stond Ria Valt nog solo in het leven, tot ze Hans ontmoette. De vonk sloeg over en op haar tachtigste vond ze eindelijk de liefde. Ondanks dat ze niet meer samenwonen, is Hans nog steeds haar steun en toeverlaat in Breukelen. Het is een prachtig verhaal van liefde op latere leeftijd, vooral voor iemand zoals Ria, die al heel wat uitdagingen heeft overwonnen, waaronder tweemaal de ziekte met een K. Nu, gelukkig hersteld, reflecteert ze op haar bewogen leven. Ik had eigenlijk nooit wat, vertelt ze, terwijl ze terugkijkt op haar drukke leven vol optredens. Maar toen kwam die jeuk bij haar neus, wat leidde tot een dermatologisch avontuur dat haar gezicht bijna in tweeën spleet. Gelukkig liep het goed af, en nu, op haar tachtigste, geniet Ria van de liefde en haar herwonnen gezondheid, met de hoop dat de donkere tijden achter haar blijven.